Hartstikke bedankt voor jullie tijd, aandacht die jullie besteden aan de sport. En volg ze, mensen. Volg ze. MMA DNA zit hier met Glory Heavyweight contender Jafar Wilnis. Jafar, je hebt in eind mei heb je een fantastische partij gevochten tegen Jamal Ben Sadiq. Hoe was het om op die manier terug te komen bij Glory? Ja, dat was precies hoe ik het had voorspeld. En natuurlijk hoe ik het ook wou. Het was heerlijk en ja, zo'n overwinning. En dan ook nog eens op iemand die goed gerankt stond. Ja, was heerlijk. En ik heb er hard voor getraind. En ja, het heeft zich betaald. Ja. Je ging natuurlijk de partij in eigenlijk als de grote underdog. Terwijl je toch kampioen ook bij Infusion bent geweest. Hoe was dat voor jou om als underdog die partij in te gaan? Ja, dat vind ik juist lekker. Weet je, laat ze maar onderschatten en denken dat het klaar is. En dat geeft me alleen maar meer kracht en meer motivatie om nog harder te trainen. En in die wedstrijd toch even door te trekken, ondanks dat je moe bent. Dus ja, nee, ik hou er wel van om de underdog te zijn. In september ga je nu vechten tegen Benjamin Adegbuyi. Natuurlijk een rematch. Vorige keer een redelijk spannende partij. Wat ga je deze keer van de partij verwachten? Ja, ik ga sowieso wat een hele harde partij. Ik ben niet zo dat ik zeg, ja, het wordt geen drie rondjes. Natuurlijk ga ik daar wel voor. Maar we gaan zien hoe het gaat uitpakken. Maar natuurlijk voor 100% voor de winst. Anders stap ik niet die ring in. Je hebt in het verleden, buiten die partij om, heeft hij natuurlijk ook een aantal keer meegetraind bij Colosseum. Dus je kent hem eigenlijk al vrij goed. Heb je al voor jezelf al een fightplanning gedacht hoe je hem kunt gaan bestrijden? Ja, natuurlijk. Kijk, we hebben ook samen getraind. En natuurlijk weet ik wel, heb ik wel dingetjes in mijn hoofd waarvan ik zeg, hey, dat werkt bij hem. Maar hetzelfde zou hij ook hebben. Dus het wordt, zoals de meesten denken, wordt het schaken. Maar dan een hele harde schaakspel. Want ik ga niet om puntjes tikken. Ik wil hem gewoon pijn doen. Rico Verhoeven die traint hier natuurlijk ook. Is ook goed bevriend met Benjamin. Is Rico Verhoeven nog steeds welkom in hier te sparren of blijft hij even buiten? Nee, kijk, luister, we zijn gewoon profs. En Rico Verhoeven traint hier wel eens. Nou, nu dat ik tegen iemand moet van zijn team, ja, dan doen we dat gewoon even niet. Puur uit respect naar elkaar toe. En ja, dat is zit helemaal geen rare gedachten achter en zo. En na de partij trainen we vast wel weer samen. Maar nu is het eventjes, we scheiden die wegen. En daarna gaan we gewoon weer zelf elkaar trainen om elkaar nog beter te maken. We zitten hier nu natuurlijk bij Colosseum. 8 jaar geleden ben je hier volgens mij binnengestapt. Je gaat bijna verhuizen. Wat zijn de mooiste momenten die je hier hebt meegemaakt in de gym? Ja, de mooiste momenten die ik hier heb meegemaakt is, ik heb hier mijn huidige vriendin, vrouw, leren kennen. En kindjes meegekregen. En daar ben ik heel, heel trots op en heel blij mee. Ik had niet verwacht dat ik dat al zou meemaken op zo'n jonge leeftijd. En natuurlijk mijn kampioenschappen die ik heb behaald. En door ons fantastische team. En dat zijn wel een van mijn mooiste momenten die ik hier in de gym heb meegemaakt. En nog veel meer. Bijna elk plekje hier in de gym daar. Ja, daar heb ik wel wat mee, dus ja. Nu we het toch over kampioenschappen hebben. Je hebt natuurlijk bij Infusion gevochten, nu weer bij Glory. Heb je nu na je overwinning tegen Ben Sadiq weer een exclusief contract bij Glory? Of kunnen we ook weer bij Infusion verwachten? Nee, ik heb geen aanbod gehad van Infusion of wat dan ook. Zoals heb ik even een uitstapje gemaakt bij Glory, bij Kunlun en bij Infusion. Maar ik sta gewoon onder contract bij Glory. En die hebben mij weer een nieuw bod gedaan waar ik heel tevreden mee ben. En het is gewoon de grootste organisatie ter wereld. En als die met jou in zee willen gaan, dan mag je in je handjes knijpen dat je daaraan mag deelnemen. Dus ik ben heel tevreden met het nieuwe contract. En ready to make some noise. Yeah. Dat gaat natuurlijk dan in september gebeuren. Nog even terug naar Infusion. Je hoort steeds meer mensen die praten over, hey, ik wil graag een Infusion kampioen tegen een Glory kampioen zien. Jij bent natuurlijk een ervaringsdeskundige, hebben allebei de promoties gevochten. Mm-hmm. Waar zit denk jij het verschil in de promoties? Of zit er überhaupt wel verschil tussen kwaliteit van vechters? Ja, kijk, ik heb op allebei de evenementen gevochten.
En ja, zoals ik net zei, Glory is gewoon nummer 1. Infusion doet het ook hartstikke goed. En ja, ik heb daar zoals je weet ook 2 keer gevochten. En ja, gewoon goed. Alleen als je dan vergelijkt met Glory, ja, die is een heel groot verschil. Dat is gewoon een heel groot verschil. En dat merk je als vechter zijnde. Dat merk je als vechters die tegenover je staan. Wat voor aandacht je krijgt van de media. En daar zit gewoon een heel groot gat in. En ik denk niet dat dat gat nog gedicht kan worden, om het even zo te zeggen. Ja. Je vecht nu halfwege september. Eind september is natuurlijk een supergroot gala in Amsterdam. Ja. Had je niet liever 2 weken later gevochten? Ja, ja, dat zou mooi zijn in je eigen land vechten. Maar ja, ik vind het ook wel weer lekker om lekker dan te kunnen kijken. En gewoon 2 weken van ervoor even alvast vechten. Dat is lekker, weet je. En dan, want hoe dan ook. Natuurlijk, ik vecht graag in mijn eigen land, maar dan is de druk nog groter. Andere kant van het verhaal, daar kan je wel weer je fans meenemen. En de mensen die om je geven, wat je toch een extra boost geeft. Dus het heeft, ja, het heeft 2 kanten. En mij maakt het echt niet uit waar je mij neerzet om te vechten. Als altijd hier in de ring wezen of op ergens anders ter wereld. Als ik maar lekker mijn wedstrijdjes kan draaien, ben ik al lang blij. Glory, je noemt het een superfight tegen Benjamin. Ik persoonlijk denk dat de kans vrij groot is als de winnaar van deze partij een titelgevecht gaat krijgen. Denk je dat zelf ook? Ja, dat zou kunnen. Dat zou inderdaad kunnen. Benny, die heeft eigenlijk volgens mij al nog een kans te goed, volgens mij. Want hij had een 2e toernooi gewonnen. En ja, ik wil graag ook die belt hebben. En zoals ik net al zei, we zijn profs. Rico traint hier. Maar ik wil natuurlijk ook wat hij heeft en dat is die belt. En hij wil die verdedigen, blijven houden. Dus dat is een gezonde concurrentie die we hebben. En ja, ik wil natuurlijk die belt hebben. En daar ga ik voor. Jafar, heel erg bedankt voor je tijd en succes met je voorbereiding. Ja, jullie ook hartstikke bedankt voor jullie tijd, aandacht die jullie besteden aan de sport. En volg ze, mensen. Volg ze.